Hi, ik ben Rosanne van Camperkeuken en samen met Actie maak ik vandaag gegrilde aubergine in een Oosterse marinade van de barbecue. Snij de aubergine door midden. Snij hem aan de binnenkant horizontaal en verticaal in, zodat er een ruitpatroon ontstaat. Snij de lenteui en de rode peper in dunne ringetjes. Meng voor de marinade 2 eetlepels misopasta met 2 eetlepels sesamolie, 2 eetlepels rijstazijn en 2 eetlepels ketchup. Steek de barbecue aan. Ik heb deze keer gekozen voor dit model van Campinggas. Besmeer de open zijde van de aubergine met de Oosterse miso-marinade. Gril de aubergine in 15 tot 20 minuten tot hij mooi gaar is. Blijf ondertussen af en toe keren en bestrijken met wat extra marinade. Serveer de aubergine met ringetjes lenteui, rode peper, sesamzaadjes en maak het af met wat verse limoen. Dit heerlijke vegetarische barbecue recept is binnen een handomdraai gemaakt.